Welkom bij De Bali Live. In het lege café van De Bali spreken we de komende tijd met bijzondere gasten over de gevolgen van deze coronacrisis voor de toekomst van onze samenleving. Mijn naam is Annemarijn Epker en ik ben programmamaker bij De Bali. En vandaag ga ik in gesprek met Mathieu Segers. Hij is historicus en hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht. En ik wil met hem spreken over de gevolgen van deze coronacrisis voor de toekomst van Europa. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat voor belangrijke scheidslijnen waren er al in Europa. Welke worden uitvergroot en wat betekent dat voor de toekomst van deze Unie? Mathieu, welkom. Nog even heel kort over jou. Je bent veel gevraagd, naast het feit dat je hoogleraar bent, ben je veel gevraagd commentator. Je schrijft onder andere voor het Financiële Dagblad en ook voor De Groene Amsterdammer. En ik ben heel blij dat je hier bij ons bent vandaag. Leuk. Ja, dus eigenlijk mijn eerste belangrijkste vraag is welke breukvlakken zie jij nu ontstaan in Europa? We bevinden ons in een soort snelkookpan, een pressure cooker, waarin er van alles gebeurt en de druk op Europa enorm is. Wat zijn volgens jou nu de belangrijkste scheidslijnen? Ja, nou, dat is een veelomvattende vraag. Deze crisis is natuurlijk een nieuw soort crisis, zou je kunnen zeggen. De laatste pandemie was in 1918, dus daar weten we niet meer zo heel veel van. Toen bestond de Europese integratie ook niet zoals die nu bestaat. En wat we eigenlijk zien gebeuren met deze COVID-19-crisis is volgens mij dat er een contrastvloeistof loopt in dat project van Europese samenwerking. En daardoor zien we ineens allerlei plekken oplichten die zwakker lijken, maar sommige ook die sterker lijken dan dat we dachten en eigenlijk niet in beeld hadden op het moment dat deze crisis er niet was. En dat komt door het algemene karakter van de crisis. Want de crisis is niet toe te schrijven aan één of twee lidstaten of aan een bepaalde fout die gemaakt is. Maar eigenlijk een hele algemene crisis die iedereen op eenzelfde manier in eerste instantie bedreigt. En daardoor worden er allerlei zwakke plekken duidelijk in dat project van Europese samenwerking. En zien we bijvoorbeeld iets wat we altijd zien bij een grote crisis, namelijk dat de zwakkeren meer of minder beschermd zijn tegen het onheil wat op ons afkomt. Mm-hmm. En daar is bijvoorbeeld zo'n punt waar de contrastvloeistof die COVID-19 in de Europese Unie laat lopen, mm-hmm, heel duidelijk laat oplichten dat er toch een heel aantal groepen zijn op die interne markt van de Europese Unie bijvoorbeeld, die echt wel slecht beschermd zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten die eerst moesten vluchten, letterlijk uit Italië. Er stond een file die heel Slowakije besloeg van met name Roemenen die naar huis wilden, omdat ze illegaal werkten in Italië en daar dus onbeschermd waren en dus ook geen kans maakten op iets wat met verzekering te maken had, laat staan zorg. En ook omdat natuurlijk de landen zelf allemaal eigen beleid hadden. Dus die Roemeense arbeidsmigranten die gingen als een haas terug naar Roemenië, omdat ze vogelvrij waren in Italië. Dat zijn twee EU-landen, dus dat verschil is heel groot. Een grote ongelijkheid, zou je kunnen zeggen. En nu zien we dat de eerste die weer ingevlogen worden, ook in Nederland, zijn diezelfde arbeidsmigranten, omdat anders een heel gedeelte van de economie in bijvoorbeeld Nederland en Duitsland op zijn gat komt te liggen. En dat zijn dus van die punten die de contrastvloeistof van COVID-19 laat oplichten en waar die niet altijd even fraai zijn. Dus je zegt eigenlijk, er is een groot verschil tussen de kwetsbare groepen in de samenleving en de mensen die hier veel minder onder te lijden hebben. Wat zegt dit dan over de Unie, over de werking van de Unie? Als blijkbaar in het geval van een crisis de Roemenen zo snel mogelijk weer teruggaan naar Roemenië. Ja, dus dat zegt in ieder geval dat die Europese Unie geen superstaat is, zoals die vaak is afgeschilderd bijvoorbeeld in de politieke retoriek en ook in politieke debatten en zelfs in kwaliteitsmedia. Het laat zien dat het een samenwerkingsverband is van staten en dat dat samenwerkingsverband zelfs ook heel
precair is. En op sommige punten ook helemaal niet zo diep geworteld als vaak verondersteld is. Hè? Dus dan hoeft maar een COVID-19 over je heen te komen. Of iedereen trekt zich terug bij zijn eigen kudde, letterlijk. Ja. Wat natuurlijk bijzonder was om te zien. En wat ook aangeeft dat de slagkracht in de zin van coördinatie, laat staan van centralistisch beleid vanuit Brussel, heel erg klein is in eerste instantie. Mm-hmm. Ja, ik denk wel dat er in de volgende fases van de crisis dat we zullen zien dat de coördinatie die vanuit Brussel plaats kan vinden, bijvoorbeeld nu met het openen enigszins van de toeristenmarkt in de komende maanden, heel cruciaal zal zijn. Maar dat is pas in tweede instantie. In eerste instantie waren het toch de lidstaten en de leiders van de regeringen in de lidstaten die in hun eigen taal, niet in Brussels Engels, persconferenties gaven voor hun eigen volk. En het daarbij hadden over wat de groep van het nationale volk te doen stond aan crisisbeleid. Want jij zegt inderdaad, dat schreef je ook in De Groene afgelopen maand, de mythe van Europa als superstaat is nu ontkracht. Is dat erg? Of is het eigenlijk iets positiefs? Nee, dus wat positief aan die contrastvloeistof is, is dat allerlei verhalen die half waar waren of zelfs voor het grootste gedeelte onwaar, nu ontkracht worden doordat duidelijk wordt wat er echt aan de hand is. En dit is een van die hele belangrijke politieke verhalen. Heel vaak de afgelopen decennia is er gepraat over de Europese Unie als ofwel een superstaat waar je van kon houden, dus waar je een federatie van wilde maken, of die je kon haten en die je dan zo liefst mogelijk, zo snel mogelijk wilde vernietigen door terug te gaan naar de nazistaat. Nou, dat zwart-wit schabloon van federatie aan de ene kant en nazistaat aan de andere kant is een oversimplificatie van de werkelijkheid altijd geweest, maar kon toch in stand blijven. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, nu wordt toch wel duidelijk dat het de werkelijkheid zich afspeelt in dat veld daartussen. Mm-hmm. En dat daar ongelooflijk veel varianten mogelijk zijn van tussenvormen. Mm-hmm. Tussen die twee uitersten die eigenlijk allebei een illusie zijn. Zowel de 100% nazistaat als de 100% federatie zijn allebei een illusie. De werkelijkheid speelt zich af tussen die twee uitersten. Dat maakt deze crisis heel erg duidelijk. En wat vind jij interessante tussenvormen? Nou, de EU is een tussenvorm, hè, dat is nu duidelijk. En wat boeiend is in deze tijd en ook in de komende maanden en jaren is hoe de Europese Unie en de lidstaten gezamenlijk met de Europese instellingen nu deze nieuwe uitdagingen aanpakken. Om het iets concreter te maken. Veel mensen beweren dat een crisis als deze het beste in de mensen naar boven brengt. En zelfs dat de meeste mensen zouden deugen. Ik weet dat niet. Ik heb daar zelf nooit onderzoek naar gedaan. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Wat ik wel weet is dat we naar een tijd toe gaan waarin geen voorspoed verdeeld moet worden, maar tegenslag. Waarin er hele grote kosten aankomen voor de samenleving en voor een gedeelte al gevoeld worden. En waarin het dus heel erg spannend wordt, één, of we daartoe in staat zijn gezamenlijk om enige solidariteit op te brengen met elkaar. En twee, of we ertoe in staat zijn om die zwakkeren, die altijd als eerste en als hardste getroffen worden door een crisis als deze, om die ook enige bescherming te bieden. Mm-hmm. En daar ligt een ongelofelijke uitdaging, zou je kunnen zeggen, voor de Europese Unie. Kan de Europese Unie laten zien in deze wereld van COVID-19, dat het een eigen model heeft dat anders is dan het snoeiharde model van de Verenigde Staten als het gaat om het beschermen van zwakkeren. Mm-hmm. Maar dat ook anders is dan het model van China bijvoorbeeld, dat ongelooflijk centralistisch is en heel erg eendimensionaal, zou je kunnen zeggen, in de benadering. Mm-hmm. Voor de Europese Unie is er een tussenvorm mogelijk, maar dan moet de kans wel gegrepen worden. En dat kan alleen door met elkaar samen te werken en het met elkaar over die dingen te hebben. Wat voor sociaal vangnet is nodig? Tot in hoeverre moeten we met elkaar dingen regelen op die interne markt? Kunnen we gezamenlijk beleid hebben, maar ook vrijheid laten voor maatwerk in nationale situaties en misschien zelfs ook regionale situaties die wel gefaciliteerd worden vanuit de samenwerking, maar niet aangestuurd. Al dat soort vragen. En we hebben natuurlijk net een flinke ruzie tussen Nederland en onder andere Italië achter de rug over die eurobonds. Hè. Dat is een voorbeeld eigenlijk van wat jij schetst. Van we moeten niet de voorspoed verdelen, maar we moeten eigenlijk de schulden gaan verdelen en de verantwoordelijkheid daarvoor. Hoe kijk jij aan tegen die eurobonds?
Ja, die eurobonds of coronabonds, zoals ze ook genoemd hebben, heel kort samengevat gaat het daarom het delen van schulden via het uitgeven van gezamenlijk schuldpapier. En dus niet Nederland geeft eigen schuldpapier uit aan Italië, maar er wordt een soort EU-schuldpapier uitgegeven, waardoor degene met hogere schulden een beetje de druk op hun schulden verminderd zien. En degene met lagere schulden, zoals Nederland, de druk op hun schulden iets verhoogd zien of hun kredietwaardigheid iets zien verwateren. Dat is een heel specifiek onderwerp waarvan ik denk dat het voorlopig niet echt zal worden uitgewerkt. Wat die discussie wel naar boven heeft gebracht, en dat is heel belangrijk, is dat het hier gaat om een politieke vraag. Mm-hmm. Het minimum aan solidariteit dat nodig is om de interne markt en de muntunie bij elkaar te houden, is een politieke vraag naar solidariteit. Wat hebben wij voor elkaar over in de Europese Unie? Mm-hmm. Heel belangrijk is dat deze vraag er eigenlijk al een hele tijd lag. Je zou kunnen zeggen, sinds de vorige eurocrisis lag deze vraag op tafel. Wat de politiek destijds in belangrijke mate gedaan heeft en nu nog steeds, is die politieke solidariteitsvraag waar iedereen bang voor is, mm-hmm. want je moet die thuis uitleggen. En daar schrikken de politici van vandaag de dag blijkbaar heel erg voor terug. Mm-hmm. Dat ze die politieke vraag over solidariteit verstopt hebben in de Europese instituties en met name in de Europese Centrale Bank. Mm-hmm. Dus de Europese Centrale Bank is schulden gaan opkopen van zwakke landen om die op die manier te steunen. Dat is een solidariteitsactie, maar die zit verstopt in de balans van de Europese Centrale Bank en is op die manier niet direct voelbaar in bijvoorbeeld de begroting van Nederland. Deze crisis die nu over de vorige crisis heen komt, zorgt ervoor dat de vraag weer opnieuw op tafel ligt. Hoe solidair zijn we met elkaar? Mm-hmm. En twee dingen zijn bijvoorbeeld vanuit een land als Nederland best wel duidelijk. Eén is de oplossing die we hebben gekozen in 2010. Dus meer schulden maken met hele harde randvoorwaarden als het gaat over bezuinigen. Dat is niet iets wat we nog een keer kunnen herhalen. Mm-hmm. Dat heeft Hoekstra eigenlijk deze week ook nog weer eens een keer herhaald voor de binnenlandse mm-hmm. politiek. Dus dat harde bezuinigingsbeleid, austerity, is niet iets om nog een keer te herhalen. Dus we moeten iets anders doen. En het tweede is, die schuldendeling, daar willen we eigenlijk ook niet naartoe. Want we willen niet naar een oplossing van de crisis door alsmaar meer in schulden te gaan investeren. Mm-hmm. In die oplossingsrichting. En dat betekent eigenlijk dat nu die solidariteit die tot op heden verstopt zat in de balans van de ECB, naar de politiek getrokken wordt door deze crisis. Mm-hmm. En dat werpt de vraag op voor de politici zelf. Zijn we bereid om iets te doen met echt geld voor echte Europeanen, zou je kunnen zeggen, in plaats van met geleend geld verstopt in de balans van de ECB. En dat echte geld voor echte Europeanen, dat is natuurlijk iets wat gaat over begrotingen. Nationale begroting, maar ook de EU-begroting. Mm-hmm. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen dat het Duitsland, een belangrijk land hier, wat eigenlijk altijd heel afhoudend was om meer te doen met echt geld voor echte Europeanen tot op heden, de laatste maanden aangeeft dat men open staat om dit te verkennen en bijvoorbeeld de Europese begroting wat te vergroten. Mm-hmm. En te kijken naar fondsen, zoals de fondsen die er al zijn, van 540 miljard sinds de Eurogroep-vergadering, waarin Hoekstra zo'n ruzie had met de Italianen, om daar nog meer aan te doen. En daar dus een soort tweede poot van te maken naast die balans van de ECB, mm-hmm. waarin de echte solidariteit, zou je kunnen zeggen, tastbaar geregeld moet worden via de begrotingen van de euro-lidstaten. Maar dat wordt wel heel spannend. En wat vond jij van de reactie van Hoekstra? Hoe vind je dat hij die onderhandelingen heeft aangepakt? Hoekstra heeft snel veel kruid verschoten. En dat heeft hij op een manier gedaan die niet overal even positief geapprecieerd is. Ja. En dat heeft consequenties voor de andere onderhandelingspositie van Nederland. Dus in dat opzicht is het misschien niet zo slim. Daarom heeft hij zelf eigenlijk al vrij snel gezegd, sorry, ja, ik ben te weinig empathisch geweest. Mm-hmm. Zo heeft hij dat zelf samengevat. Mm-hmm. Maar daar is eigenlijk een beetje om gegniffeld op een cynische manier in Zuid-Europa. Omdat men daar eigenlijk wel begrijpt dat empathie geen marketingbegrip is. Dat is niet iets wat je, waar je even kunt zeggen, oh, ik ben niet empathisch genoeg geweest, ik ga nu wel empathischer zijn. Ja. Daar hoort bij dat je stukken doorgrond hebt, dat je iets begrijpt van de positie van de ander en dat je vooral bereid bent om te onderzoeken wat de opties zijn vanuit ieders belang.
door je te verplaatsen in de positie van de ander. En ik denk dat daar voor Nederland nog wel het nodige werk te doen is. En dat het ook heel cruciaal is, want voor het Nederlands belang is het ongelooflijk belangrijk dat een minister als Hoekstra meedoet met het exploreren van de mogelijke opties de komende maanden. Mm-hmm. En als je jezelf op deze manier uitlaat, plaats je jezelf in een moeilijke positie om als constructieve partner gezien te worden. Terwijl hij dat wel wil, dat maar is wat hij zegt. Tegelijkertijd moeten we niet ook juist een beetje begrip hebben voor de situatie van Hoekstra in dit geval. Als je kijkt naar de Italianen bijvoorbeeld, de minister van Buitenlandse Zaken, Di Maio van Italië, die eigenlijk de overwinning tijdens de verkiezingen heeft behaald met een anti-Europees, met het voeden van een anti-Europees sentiment. Die roept nu eigenlijk het allerhardst om hulp vanuit Brussel. Dus politici die eerst zeiden Brussel moet zich terugtrekken en we moeten veel meer nationale soevereiniteit hebben, die roepen nu het hardst meer macht naar Brussel, we hebben het geld nodig. Dat is ook een beetje hypocriet, of niet? Maar daar hadden we Hoekstra niet voor nodig om dat te weten. Dus iedereen die het Europees nieuws volgt, wist dat dit opportunisme van de bovenste plank was vanuit Italië. Stuitend opportunisme tot op zekere hoogte. Als je dan gaat jij bakken, dan ga je mee in dat spel. Ah. Hoekstra had een keuze. Ik denk dat iedereen die het Europese nieuws een beetje volgde, wist dat dit vanuit de Italiaanse kant heel opportunistisch was en in zekere zin niet verdiende om een antwoord op dezelfde manier te krijgen. Als je dat wel doet, ga je eigenlijk mee in het Italiaanse spel. Dat had Hoekstra niet hoeven doen. Daarmee heeft hij de zaak verder aandacht verschaft en heel veel controversiëler gemaakt, waardoor de ruimte om oplossingen te zoeken kleiner is geworden. En daar zit juist het Nederlandse belang om mee te doen in het zoeken naar een constructieve oplossing. En de Italiaanse regering die er op dit moment zit, is in heel veel opzichten dan niet de eerste partner. Terwijl dat nu wel bij wijze van spreken de belangrijkste gesprekspartner is geworden om de verschillen mee te overbruggen. We hebben het gehad over de scheidslijn dus tussen Noord en Zuid. Tussen de mensen die baat hebben bij Europese samenwerking en de mensen die daar minder baat bij hebben. Hoe kijk je aan tegen de scheidslijn tussen Oost- en West-Europa? Hoe kijk je aan tegen wat er nu met Orbán gebeurt in Hongarije bijvoorbeeld? Eerst nog even over Noord en Zuid. Dus ik denk niet dat je het kunt samenvatten dat de mensen die meer baat hebben bij Europese samenwerking in het zuiden zitten en de mensen die daar minder baat bij hebben in het noorden. Mm-hmm. Als er één economie is bijvoorbeeld die heel veel baat heeft bij die interne markt, dan is het de Nederlandse economie. Mm-hmm. Dat zal onze premier ook altijd uitleggen. Mm-hmm. En terecht. Wat we in Nederland vaak weinig beseffen is dat die interne markt niet gratis is. Lang hebben we die wel als zodanig ervaren, met heel weinig kosten gepaard gaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Die interne markt kost ook ergens iets. Bijvoorbeeld bij de zwakkeren, bijvoorbeeld bij diegenen die op een grotere interne markt de concurrentiestrijd niet aankunnen. Ik heb het dan over MKB-bedrijven, maar dan gaat het ook over regio's. En binnen landen zijn bepaalde regio's competitiever dan andere. Dus Lombardije is veel competitiever dan een gedeelte van Zuid-Italië, om maar eens iets te noemen. Nou, die regio's die verliezen op die interne markt, die heb je wel nodig om die interne markt aan de gang te houden. Mm-hmm. Dus je moet daar altijd naar omzien en die fricties tot op zekere hoogte ook compenseren om die interne markt aan de gang te houden. En dat is ook in het belang van Nederland. Dat is ook de reden waarom de Duitse industrie deze week oproept om meer te doen om Europa, de markt en de muntunie bij elkaar te houden dan tot nu toe gebeurt. Ja. Ook als dat wat kost. En ik denk dus dat het belang bij die Europese samenwerking in Zuid- en Noord-Europa bij wijze van spreken vergelijkbaar is als het gaat over dit soort de essentie van de samenwerking. Maar anders is in de behoeftes en de capaciteiten. Ja. En die moeten constant op elkaar afgestemd worden. En dat draait het ook om in de Europese Unie. Dan je vraag over West- en Oost-Europa. Ja, daar speelt een heel belangrijk probleem. Namelijk dat in Oost-Europa, Midden- en Oost-Europa moet ik zeggen, diverse plekken zaken gebeuren die eigenlijk niet stroken met de afspraken omtrent de rechtsstaat die er gemaakt zijn in het kader van de Europese samenwerking. Ook daar zie je dat een crisis diegenen die zwak staan
harder treft. Dus de tegenstanders, bijvoorbeeld van Viktor Orbán, die echt soms letterlijk hun leven op het spel zetten, hun toekomst op het spel zetten, moet ik zeggen, door te demonstreren afgelopen jaren tegen wat er in Hongarije gebeurt, die hebben het nu nog zwaarder. Want Orbán heeft de crisis aangegrepen om nog extra competenties naar zich toe te trekken en eigenlijk een autoritair model stapje bij beetje in te voeren in Hongarije. Hij heeft een noodwet ingevoerd met een zonder einddatum. Hè? Dus dat is waar veel ophef over was de afgelopen tijd. Hoe erg is het dat hij die macht naar zich toetrekt? Want je zou ook kunnen zeggen, hij is democratisch verkozen. Hongarije is hoe dan ook een democratische staat. Er zijn verkiezingen geweest. De meerderheid van de bevolking heeft voor Orbán gekozen. Hoe erg is het dan dat hij nu dit pad bewandelt? Het is heel zorgelijk, omdat het uit de pas loopt met de afspraken die gaan over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de verschillende onderdelen van de rechtsstaat, de trias politica. Net zoals dat de ontwikkelingen rond de rechterlijke macht in Polen ook zeer zorgelijk zijn. Wat je zegt is wel heel erg belangrijk. Tijdelijkheid. Hè? Niets is natuurlijk in beton gegoten. Dat geldt niet voor de afspraken van de Europese Unie in het algemeen als het gaat over dit soort dingen. Die moeten ook constant bezien worden in het licht van de omstandigheden. Dat geldt evenmin voor de situatie in Hongarije of in Polen. Dus wat ongelooflijk belangrijk nu is en heel erg moeilijk en misschien ook wel een van de grootste uitdagingen van deze crisis is om echt bij te houden en te boekstaven wat er gebeurt. Wat zijn de feiten in Hongarije? Mm-hmm. Wat zijn de feiten in Polen? Maar ook wat zijn de feiten in andere lidstaten mm-hmm. en de Europese Unie als geheel? Dat wordt heel erg belangrijk. En het belang van de primaire bronnen en de onafhankelijkheid daarvan mm-hmm. en het waarheidsgehalte daarvan, de betrouwbaarheid met andere woorden, dat staat enorm onder druk. Ja, onder druk van deze crisis. Kunnen we die feiten nog boven water krijgen in een staat waar de media aan banden wordt gelegd? De benadering van de van de Europese Commissie is heel erg gericht op die monitoring, om het in goed Nederlands te zeggen, van wat er gebeurt in Hongarije met iedere nieuwe invoering van iedere nieuwe wet. Ik denk dat dat nog heel goed mogelijk is. Maar wat wel erg onder druk staat door een crisis als deze, is dat je altijd het argument van de crisis hebt. Dit is een crisis dus. Er zijn allerlei dingen nodig die we nooit vermoed hadden en dus moet ik extra competenties hebben. Dat speelt ook in Nederland, het speelt in Frankrijk waar de noodtoestand ook verlengd is. Mm-hmm. En het speelt in ieder land op zijn eigen manier en het speelt ook in de Europese Unie als geheel. Juist op dat soort momenten is het ongelooflijk belangrijk dat er instituties zijn die losstaan tot op zekere hoogte van de politiek, want die trekt die regie naar zich toe. Mm-hmm. Die blijft controleren wat er aan de gang is in deze samenleving. En het controleren en boekstaven van die feiten en de verschillende stappen, dat is iets wat heel erg onder druk staat door de combinatie van deze crisis mm-hmm. met de alsmaar toenemende dominantie van de digitale data en de verhalen die daarbij horen. Mm-hmm. Wat is nog een betrouwbare primaire bron? Dat is eigenlijk wat jij ook vraagt. Ja. En dat is een hele traditionele vraag over historisch onderzoek. En dat is een vraag die actueler is dan ooit in deze crisisbestrijding en zeker in de gang van zaken in landen als Hongarije en Polen op dit moment, maar ook in de Verenigde Staten. En zie jij een rol voor de Europese Unie om daar die feiten boven water te krijgen? Ja. En hoe moet de Unie die rol pakken? Nou, de nieuwe. Ik denk dat iedereen zich nog wel herinnert dat de vorige eurocommissaris die verantwoordelijk was voor de situatie met de rechtsstaat in bijvoorbeeld hoogst oplopend in Hongarije en Polen was Frans Timmermans. Mm-hmm. Die zocht heel erg een balans tussen aan de ene kant confrontatie en dan het gesprek openen op basis van een confrontatie. Dus die zei eigenlijk, jullie zijn in overtreding. Ik dreig met het inroepen van een artikel 7-procedure. Ja. En dan zouden de sancties uitgedeeld kunnen worden. Maar het grote probleem van die dreiging was altijd dat je voor het echte doorzetten van die procedure een unanimiteit nodig hebt. Dus een instemming van alle lidstaten van de Europese Unie. En dat iedereen wist dat Hongarije en Polen elkaar zouden steunen. Ja. Om dat te voorkomen. Dus dat maakte de geloofwaardigheid van die dreiging iedere keer problematisch. Timmermans speelde het spel om dat iedere keer tot het maximum op te drijven en dan het gesprek te heropenen.
De nieuwe commissaris, DJ Reinders, heeft gekozen voor een ander soort benadering. Die heel erg lijkt eigenlijk op de benadering zoals we die kennen uit de Helsinki-akkoorden uit de jaren 70. Ik stond er daar in details te treden. Dat is heel erg gericht op het boekstaven van wat er gebeurt. Dat publiceren, zodat iedere keer duidelijk is, ja, dit is er nu weer gebeurd, dit is er nu weer gebeurd. Zonder dat daar per se direct allerlei keiharde straffen of sancties of dreiging aan gehangen wordt. Wat je op die manier doet, is twee dingen. Je scheidt feit van fictie. Iets wat moeilijker is in deze wereld, we hadden het er net over, denk ik, dan dat het ooit geweest is misschien wel. En aan de andere kant geef je steun aan die krachten in zo'n land als Hongarije, en dat die zijn nog steeds heel groot, die eigenlijk vinden dat dit langzaam een beetje of helemaal de verkeerde kant op gaat. Want zij zien, oké, dit kan nu wel gebeuren, maar er is ergens een plek die betrouwbaar is, waar dit wordt vastgelegd. Zodat we daarop terug kunnen krijgen. En waar men weet dat dit gebeurt, waar dit bijgehouden wordt, waar men er oog voor heeft, waar men de regering op zal aanspreken. Dus, en is dit een effectievere methode? Dus meer het creëren van bewustzijn over wat er aan de hand is, over de feiten, in plaats van het veroordelen van een land? Nou, wat je in ieder geval doet, is dat je voorkomt dat deze hele belangrijke kwesties meteen in een extreem politiek frame getrokken worden van voor- en tegenstanders, van superstaat versus natiestaat. En ik denk dat het daarom een verstandige route is om te verkennen. Laat onverlet dat hoe langer dit duurt in Hongarije en hoe verder Orbán gaat, hoe zorgelijker het is. En dat alle krachten die, zou je kunnen zeggen, het midden vertegenwoordigen, meer moeten doen dan ze tot nu toe doen. En dat is dus niet alleen de Europese Commissie, maar ook de Europese Volkspartij, de Christendemocraten, waar de partij Fidesz van Orbán ook bij hoort, die zullen in hun eigen partijfamilie ook iedere keer moeten aangeven, kijk, wij weten wat er gebeurt en wij keuren dit af en we houden het bij. En op een gegeven moment horen daar ook consequenties bij. Misschien dus behalve een schorsing ook een royement van Orbán, wat ik wel verwacht dat dat ondertussen hoog op de agenda staat bij de EVP. Ja, is dat zo, royement? Ja, want Orbán gaat ondertussen zover dat hele grote stromingen binnen de Christendemocraten in Europa zeggen, als wij hier nog verder op dit pad doorgaan, gaat dat ten koste van onze eigen geloofwaardigheid en zijn we onze eigen positie aan het ondergraven. Dat kan niet. Ergens moet je op een gegeven moment een grens trekken. Ik wil even met je naar de reacties vanuit de Unie en de slagvaardigheid eigenlijk op dit moment. Er is heel snel een noodpakket van 540 miljoen, geloof ik, miljard, belangrijk detail, tot stand gekomen. Hoe revolutionair is dat eigenlijk? Ja, dat is, ik denk dus, we hadden het net over die contrastvloeistof in het begin. En dat laat zien waar die samenwerking allemaal veel minder ver gaat dan dat je misschien had verwacht en minder diepgaand is. Er is ook een punt waar je ziet dat de samenwerking eigenlijk geïntensiveerd is op een manier die we tot nu toe niet gezien hebben. En dat is die muntunie. Dus waar we bij de vorige crisis, 2008, 2010, de eurocrisis die daarop volgde, zagen dat iedere keer opnieuw die ministers van Financiën eigenlijk echte politieke besluiten en met name fondsvorming om de klappen op te vangen samen in plaats van apart voor zich uitschoven, hebben we nu in de eerste weken van deze crisis meteen een majeure stap gezien met het optuigen van een fonds van een omvang dat heel aanzienlijk is. En eigenlijk in vergelijking met wat er in die vorige crisis gebeurde, echt een hele grote stap. Dus 540 miljard met drie verschillende componenten, waarbij ook nog wel wat nieuwigheden zit, zoals bijvoorbeeld een trans-Europese deeltijd-WW voor 100 miljard. Wat is dat, een trans-Europese deeltijd-WW? Nou, we kennen hier in Nederland kennen we een deeltijd-WW voor mensen die in de problemen komen. Dat instrument was er al. Dat is eigenlijk opgetuigd verder en versterkt nu die coronacrisis op de Nederlandse economie afdendert. Dat idee om mensen gedeeltelijk in de WW te laten gaan en dus niet helemaal te hoeven ontslaan en zo toch aan het werk te kunnen houden met wat steun vanuit de overheid, dat is nu ook Europees vormgegeven via het zogeheten SURE-fonds. En dat SURE-fonds, dat is 100 miljard, een van de drie componenten van het pakket van 500 miljard. En dat is geplaatst onder regie van de Europese Commissie. En dat is een hele vernieuwende Europese facilitering van de crisis die natuurlijk ook, zeker als we het economisch bezien, een trans-Europese crisis zal zijn. En dat het pakket er was en dat dit soort elementen erin zitten, ja, dat is echt best wel
revolutionair te noemen in het licht van wat we kennen uit de Europese Unie en de muntunie met name. En het is ook bijzonder om te zien hoe snel dat er was. En dat het nu de basis is waarop verder gepraat wordt. Dus waar we zien dat er heel veel middelpuntvliedende krachten waren in het Europa van de markt, door allerlei nationale reacties op die coronacrisis. Maatregelen die ook voor een gedeelte tegen elkaar inwerkten. Competitie op medicijnmarkten, waar Europese landen elkaar aftroefden. Maar ook samenwerking met IC-bedden tussen landen als Duitsland en Nederland en Duitsland en Italië. Maar in ieder geval een soort centrifuge, zagen we. Ja. Zien we bij de muntunie tot nu toe een magneetwerking. Dus ja, de lidstaten van de muntunie komen iedere keer bij elkaar met echt een constructieve agenda, zoals Hoekstra dat ook terecht iedere keer zegt, ja, dat hij die heeft. Dat blijkt ook, want daar worden hele grote stappen gezet. De vraag is natuurlijk of het genoeg is, of het uiteindelijk houdbaar is. Maar dat gaan we de komende maanden en jaren zien. Ja, want je schetst net al, op het gebied van die eurozone worden grote stappen gezet richting meer integratie. Wat mij ook opviel in deze crisis is eigenlijk het gebrek aan Europese samenwerking als het gaat over onze gezondheid in reactie op dit virus. Waarom werken we bijvoorbeeld niet samen in het doen van onderzoek? Waarom wordt dat niet gebundeld op Europees niveau? Waarom is er niet één laboratorium waar alle knappe koppen van Europa bezig gaan om dat vaccin bij ons te ontwikkelen? Hoe kan het dat daar minder samenwerking is? Daar is minder en meer samenwerking. Dus dit is een beetje een moeilijk antwoord. Dus aan de ene kant is er een heel helder antwoord. De lidstaten hebben op het gebied van gezondheidszorg nooit competenties overgedragen naar het Europese niveau. Dus dat is een nationale aangelegenheid. Dat zie je dus ook. Iedereen reageert nationaal op deze crisis met eigen experts en eigen benaderingen en afwegingen. Dat heeft trouwens ook een groot voordeel. Daar wil ik dadelijk wel iets over zeggen. Aan de andere kant heb je de academische wereld, waar ik zelf een onderdeel van uitmaak. Die is altijd trans-Europees en internationaal van nature geweest. Mm-hmm. Dus je correspondeert met jouw collega's in jouw vakgebied bijna altijd over de grenzen heen. Zelden dat een nationale aangelegenheid alleen is. Op dat gebied, in die academische wereld, zie je wel degelijk allerlei internationale onderzoeksgroepen die de handen ineenslaan, data delen en bezig zijn met onderzoek naar hoe komen we hier vanuit gezondheidszorgperspectief het beste en het snelste uit. Dus ik denk dat daar een verschil is tussen de academische wereld en de wereld van de politiek en de staten, zou je kunnen zeggen. Dan iets over het voordeel van die verschillende benaderingen. De Europese Unie is geen superstaat. En dat is niet zomaar zo. Daar heeft men bewust voor gekozen. Doordat iedereen zijn eigen benadering heeft, heb je ook als het ware 27 laboratoria naast elkaar met verschillende experimenten. Waarbij je dus kunt gaan vergelijken, wat doet Zweden nu en gaat dat beter uitpakken dan wat Nederland gedaan heeft. Wat heeft Oostenrijk gedaan? Waarom doen de Grieken het zo goed? Het is heel inefficiënt, ja, toch? Maar de schoonheid van inefficiëntie, ja, en ook de grote baten van inefficiëntie zitten hem in de rijkheid van de informatie die komt met inefficiëntie. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dit is minder inefficiënt dan wat de Chinezen doen. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Maar op de langere termijn, waarom is het minder inefficiënt? Omdat ze daar een centralistische benadering hebben. Iedereen doet daar hetzelfde in dat hele land. En er is één manier waarop die crisis ingedampt wordt. En ja, dat is iets centraal aangestuurd. Hier doet iedereen op iedere plek iets anders. Ja. In Duitsland doen zelfs de deelstaten hebben heel veel ruimte om af te wijken van de nationale overheid. De nationale overheid van Duitsland doet weer iets totaal anders dan andere lidstaten in de Europese Unie. Maar daar zit ook een hele grote opbrengst in. Want daardoor leer je veel meer. Je zou kunnen zeggen, zoals de Duitsers dat noemen, institutionele concurrentie is hier gaande. Ja. Dus je hebt verschillende institutionele modellen, verschillende reacties op deze crisis vanuit gezondheidszorgperspectief. En dat zijn eigenlijk allemaal afzonderlijke experimenten. Waardoor je heel goed kunt zien welke dingen wel werken en welke dingen niet werken. En van elkaar kunt leren als je met elkaar informatie blijft uitwisselen en blijft samenwerken. En ik denk dat daardoor de Europese Unie ook best wel een voordeel heeft op de middellange termijn. Want de rijkdom van de informatie is heel groot. Mm-hmm. En de mogelijkheden om maatwerk te bieden, want de ene coronahaard is de andere niet. En in een coronahaard moet je misschien iets heel anders doen dan in een gebied waar geen coronahaard is. Mm-hmm. Hè, om dat maatwerk te kunnen gaan bieden. Mm-hmm. Daarvoor heeft de EU door die inefficiëntie het ideale framework. En ik denk dus dat we toe moeten naar een herwaardering
van inefficiëntie. Want inefficiëntie kost niet alleen iets, maar levert ook vaak heel veel op. En daarom is inefficiëntie misschien in een wat langer tijdsperspectief een heel verkeerd woord om hiervoor te gebruiken. Mm-hmm. Dus inefficiëntie eigenlijk als Europa's grote kracht misschien wel? Ja, als een verstopte, een sluimerende kracht in dat Europese integratiemodel. En die inefficiëntie hoort ook heel erg bij oog voor diversiteit. Hè? Dat je toelaat dat niet iedereen hetzelfde is. Dat je ervoor waakt dat je één keurslijf oplegt aan alle mensen en samenlevingen, omdat dat nou eenmaal eenvoudig en efficiënt is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk echt tegen de natuur van het Europese integratieproject, mm-hmm. maar vooral ook tegen de natuur van de Europeanen zelf. Want als die ergens aan gehecht zijn, dan is het aan hun eigen inefficiënte microwereld. Mm-hmm. Met kronkelende straatjes, parkeerplaatsen die te krap zijn, eenrichtingsverkeer, bankjes die op een verkeerde plek staan, parkjes, kerken waar je omheen moet, enzovoort. Dat zit in het hart van de Europese geschiedenis en ook van het Europese integratieproces. Mm-hmm. En dat heeft dus ook een waarde in zichzelf. En die waarde zit hem in de rijkdom van de informatie die opgeslagen zit in die inefficiëntie. Ja. De nuances, de voorbeelden dat het anders kan. En dus in essentie de open blik voor alternatieven. Het kan ook altijd op een andere manier. Je hoeft in Europa maar een wandelpaadje te nemen, bijvoorbeeld in de gemeente waar ik woon, en je bent in een ander Europees land, of in een andere, totaal andere sfeer, waarin je ziet dat de zaken totaal anders aangepakt worden. En daar kun je alleen maar van leren. Dus we moeten eigenlijk die inefficiëntie van Europa misschien wel omarmen en uitdragen als een belangrijke waarde in plaats van iets slechts. We moeten hem in ieder geval beschermen. Ja. En we moeten niet meegaan in te eenvoudige zwart-wit schablonen waarin deze diversiteit, want dat is het uiteindelijk, wordt weggezet als inefficiëntie. Mm-hmm. In het begin hadden we het over die snelkookpan waar we ons op dit moment in bevinden. En wat je eigenlijk altijd ziet op belangrijke crisismomenten is dat er daarna grote verschuivingen plaats gaan vinden. Belangrijke verworvenheden van de Europese Unie komen eigenlijk altijd naar een crisis. Dat zagen we tijdens de val van de muur, dat zagen we na de eurocrisis. Hoe gaat deze crisis de Europese Unie hervormen? Kun je daar iets al een blik op werpen? Ja, ik denk dat het belangrijkste is wat we net al een beetje aanstipten. Dat is dat de Europese Unie, om met Angela Merkel te spreken, zij zei dit in een biertent in Beieren in 2017, op het punt is al een tijdje, en door deze crisis helemaal, definitief, op het punt is om het lot in eigen hand te nemen. Kortom, tot nu toe leunde de Europese Unie voor een heel groot gedeelte toch op het Westen als het soort van basis. En daarin waren de Verenigde Staten nog altijd een leidend voorbeeld en vaak ook een leider. Wat we in deze crisis heel erg goed zien en wat iedere Europeaan ook denk ik voelt, dat is dat het verschil met de VS niet alleen groot geworden is in de laatste decennia, maar dat daar ook dingen gebeuren nu in de crisisaanpak als het gaat om het beschermen van diegenen die het hardst geraakt worden door een crisis als deze, die wij in Europa eigenlijk niet zouden willen toelaten. Mm-hmm. Als we dat serieus menen, is nu dus het moment daar om daar vorm aan te geven en om niet alleen van de economische kant van die interne markt iets te maken, maar ook van de sociale kant en daarbij de rechtsstatelijke kant, die dus ook superbelangrijk is, we hadden het er net over, niet uit het oog te verliezen. Zodat de onderleggers van het Europese project ook echt de onderleggers blijven in een periode waarin Europa tussen twee grootmachten, China en de Verenigde Staten, een eigen positie zal moeten veroveren en vasthouden. Want ik denk dat als de crisis geopolitiek iets duidelijk maakt, is dat deze multipolaire wereld, waarvan we ook wel een tijdje gedacht hebben, bijvoorbeeld kort na de val van de Berlijnse muur, dat die langzaam een eenheid zou worden, dat die verder uit elkaar geslingerd wordt. Mm-hmm. Met voorbeelden in China en de VS, waarvan Europa zegt, die passen om redenen van het samenlevingsmodel, om redenen van de democratie en om redenen van de rechtsstaat, minder goed bij wat wij voor ogen hebben. En dus moeten wij zelf laten zien
dat het anders kan. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat we gaan merken van deze crisis in Europa de komende maanden, jaren en misschien wel decennia. Dat de uitdaging van Europa om zelf een positie in de geopolitieke verhoudingen in te nemen als een samenwerkingsproject ten opzichte van andere grote mogendheden, dat die uitdaging voor ligt. En de grote vraag is natuurlijk, kunnen we die uitdaging aan? En heb je daar al iets van een eerste antwoord op, hoe we die uitdaging aan moeten gaan? Ik denk dat we die uitdaging voorzichtig aan moeten gaan, maar wel vast besloten. En daarmee bedoel ik de verworvenheden van de Europese integratie en datgene wat we erover vastgelegd hebben in de bestaande verdragen, bieden heel veel houvast, maar ook ruimte voor creativiteit om gegeven de nieuwe omstandigheden herinvulling te geven aan die belangrijke opdrachten die daarin zitten. Namelijk niet alleen een opdracht van economische samenwerking, die is wel belangrijk en vitaal, maar daarnaast hoort ook de opdracht van het sociale Europa, van armoedebestrijding, die er vanaf de eerste jaren van de Europese integratie in zit, en van het vormgeven van een aanvullende rechtsstaat van samenwerking, die niet de nationale rechtsstaten vervangt, maar die juist versterkt, stut en bij de les houdt als dat nodig is. Al die aangrijpingspunten zitten in de bestaande orde, maar we moeten ze wel zien. Als we ze onvoldoende zien, als we onvoldoende geïnteresseerd blijken te zijn in de primaire bronnen van onze eigen hedendaagse geschiedenis, dan kunnen we ze ook zomaar uit het oog verliezen en dan verliezen we dit precaire bouwwerk op een gegeven moment ook. Dus het wordt wel heel spannend. Het lijkt me een hele mooie en goede noot om mee af te sluiten. Dus eigenlijk zeg je, we moeten heel helder hebben wat onze belangrijke waarden zijn en die ook naar buiten toe uitdragen, want dat is waar we ons uiteindelijk op kunnen onderscheiden. Ja, en dat, ik denk ook dat dat is wat de Europeanen van hun leiders en regeringen en Europese instituties verwachten. Dat ze leveren op die beloftes van Europese samenwerking waarop we ooit begonnen zijn met dit project. Veel dank, Mathieu Segers. Graag gedaan.